Ik ben Isha Wel, ik ben 23 jaar. Ik woon in Wolfhezen op het workhome van het Leo Kannerhuis. En ik werk enerzijds op de werkplaats van het workhome, de werkvoorziening met allerlei dingetjes die je straks ook allemaal gaat zien. En anderzijds werk ik ook in Driebergen als mede-organisator van de kerkdiensten voor jongeren. Nou, bij autisme is het natuurlijk zo dat de verwerking van informatie anders gaat dan bij andere mensen. Bij mij gaat de informatieverwerking vooral veel langzamer. Dat wil zeggen dus dat informatie die bij mij binnenkomt, dat het langer duurt voordat het verwerkt is. En daardoor raak ik ook veel sneller overprikkeld en zo. Maar daardoor kan ik ook bepaalde prikkels, die neem ik ook heftiger waar dan dat ze zijn. Hè? Dus geluid, dat hoor ik harder dan dat het daadwerkelijk is. Licht zie ik veller, smaken die zijn voor mij heftiger, dat soort dingen. En het duurt ook bij mij veel langer voordat bepaalde dingen tot me doordringen, die me gezegd worden of wat dan ook. Dus ja, een aantal dingetjes. Ik moest een behandeling buiten huis volgen in Duivendrecht. Daar heb ik heel veel inzicht gekregen in mijn situatie en ook in hoe ik ermee om moet gaan. En dat heeft me heel goed gedaan en ik ben van daaruit ook heel erg ontwikkeld tot wat ik nu ben. Ik ben een hele zelfstandige jongen geworden en ik woon nu semi-zelfstandig hier in de aanleunwoning van het workhome. Het is een hele fijne plek om te wonen hoor, deze aanleunwoning en deze met dit hele fijne woonkamertje. Ik heb een keukentje, slaapkamer, wc, badkamer en ik heb een kelder zelfs. Nou, dat hebben ook niet heel veel mensen van mijn leeftijd. Maar eigenlijk hoor ik eigenlijk wel in een andere plek thuis, denk ik. Dus eigenlijk moet ik gewoon in een wat grotere plek komen te wonen en ik hoop dat ik dat in de toekomst kan doen. Ik ben twee weken geleden op sollicitatiegesprek geweest bij een bedrijf in Arnhem-Zuid en bij een bedrijf hier vlakbij in de gemeente nog. En die hebben ook eigenlijk allebei tegen me gezegd van, wat ons betreft kun je beginnen. Maar ja, dan moet ik alleen nog wel even een keus kunnen maken. Maar ik verkeer dus in de luxe nu dat ik dus gewoon mag kiezen tussen twee werkplekken. Nou, daar word ik echt heel erg blij van. Want ik ben van mezelf een hele blije persoonlijkheid, om zo maar te zeggen. Ik hou altijd van mezelf aan dat ik blij ben, omdat ik geen aanleiding heb om niet blij te zijn. En daar steek ik ook andere mensen in aan. En dat helpt zeker ook in mijn levensgeluk. Dat ik ook mijn blijdschap aan andere mensen om me heen uit kan delen. Bijvoorbeeld dus inderdaad met de jongerendiensten. Maar ook bijvoorbeeld inderdaad met andere dingen die ik buiten de deur doe. Ik organiseer nu ruim een jaar jongerendiensten, kerkdiensten voor jongeren. Ik vind het heel leuk. Echt heel erg leuk om te doen. We hebben er nu 5 gehad. 5 verschillende opvoeringen hebben we gehad in Driebergen. Goed bezocht en de mensen zijn heel enthousiast. En we gaan half juni gaan we de 6e opvoering doen van onze jongerendiensten. En dan hopen we dat het weer zo'n geweldig feest gaat worden. Ik word gewoon heel blij als ik gewoon lekker buiten de deur, buiten Wolfhezen, gewoon lekker leuk dingen kan doen. Met vrienden of ook wel eens gewoon zelf op mezelf. Maar gewoon dat ik ook gewoon lekker even erop uitkom.